Wat maakt een simpel goedje als roestwater zo baanbrekend bij kankeronderzoek? Dit is de Universiteit van Nederland. Vijf jaar geleden kwam er een man bij mij op het spreekuur. Zijn prostaat was verwijderd. Alles goed gegaan. Hij had wat bijwerkingen, maar kon er goed mee leven. Maar toch, het was niet goed met hem. Zijn PSA ging stijgen. En als je geen prostaat meer hebt, hoor je geen PSA-verhoging te hebben. Want de prostaat maakt PSA. Dat is een stofje in het bloed, prostaat-specifiek antigeen, wat je hebt als prostaatweefsel of prostaatkankerweefsel in contact komt met het lichaam. Maar als je geen prostaat meer hebt, mag je geen PSA hebben. Dus dit was voor de man echte prostaat-specifieke angst. En hij zei, dokter, kunt u de kanker zichtbaar maken? Ik ben radioloog en maak kanker zichtbaar. Ik zei, nou meneer, dat is heel vervelend voor u, maar dat kan ik niet. Komt u maar terug als uw PSA 10 keer zo hoog is, dan kunnen we de klieren gaan zien. Dat kan wel een paar jaar duren, dus gaat u gewoon door met leven. Ja, gewoon doorgaan met leven, met prostaat-specifieke angst. Dus ik voelde me best wel rot en de patiënt nog rotter. Vorige week had ik een patiënt op het spreekuur. En dat was fantastisch. Ja, fantastisch. De man had verhoogd PSA. Hij kwam angstig binnen en zei, dokter, kunt u wat doen? Ik zei, ja, ik heb ijzerwater. En dan kan ik die kanker mee zichtbaar maken als hij in de kliertjes zit. Heel vroeg al. Dokter, kunnen we dat volgende week doen? Ik zei, ja, laten we dat gaan doen. Dus ik heb bij hem een MRI gemaakt met ijzerwater. En ik kon bij hem de kanker tot in de kleinste kliertjes opsporen. Fantastisch, niet? Dat is toch wat we allemaal willen? De man ging dolgelukkig naar huis. Heel paradoxaal. Kanker gevonden, maar toch gelukkig naar huis. Want hij wist wat er gedaan moest worden. Hoe is het allemaal gekomen? In 1995, 20 jaar geleden, zag ik een artikel over konijnen met roestwater. En daar kon je de lymfklieren mee zichtbaar maken met MRI. Ik was erg onder de indruk. En nu, na een hele lange weg, is het mogelijk om dat ook bij mensen te doen. Iets nog even over wat doen die lymfklieren. Lymfklieren zijn de afweerstations van ons lichaam. En als je kanker in klieren hebt, is dat niet goed. Dan is de tumor eigenlijk al in het lichaam. Maar het is net als een trein, een boemeltrein, gaat van station naar station. Dus als je die boemeltrein bij het eerste station maar tegenhoudt, dan heb je nog kans op genezen. Je moet alleen wel de boemeltrein kunnen zien. Je kan bovendien gericht behandelen. Op maat. Dat maakt de kans op bijwerkingen veel minder en een grotere kans op genezing. Goed, nu over het ijzerwater. Waar heb ik het over? Ik heb het over dit spul, roestwater. Het is gewoon ijzer met een suiker. Hele kleine bolletjes. 20 nanometer. Het is heel klein. Veel kleiner dan de doorsnede van een haar. Ik geloof een factor 100 of zoiets kleiner. Het is echt zo klein, kan je niet voorstellen. Nou, dit roestwater, dat kan je opzuigen. En dat kan je vervolgens in een zakje spuiten. Je moet het verdunnen. U zit op de eerste rij, ik zal dit even neerleggen, want die roestvlekken krijgt u niet uit uw kleren. Hoor. Het komt wel uit het lichaam als het ingespoten is, maar uit uw kleren niet. En ik zal het laten zien. Het had een heel raar en naar gezicht. Dit gaat, dit ding gaat hierin, zo. Hoppa. En u ziet nu helemaal zwart worden. IJzer. Het is net als Popeye de Selomin. Hè? U krijgt spinazieijzer, dus u wordt er extra sterk door. Nou, dat schud je dan even. En wat je dan doet, dat ga je aanhangen aan de patiënt met een infuus. Zo, dit zakje halen we weg, anders wordt het een voetenbad. Zo. Dan gaan we hier neer. En wat we dus nu gaan zien, als ik dit aanhang,
Zo. Dan zien we, als ik het kraantje openzet, dit gaat in de arm van de patiënt, in de armader. Als ik het kraantje openzet, zo, bakje eronder, kraantje open. En u ziet het zwarte vloeistof, ziet u heel mooi, hier in dat slangetje komen. U ziet dat hier, het loopt heel snel naar binnen. Moet maar zo houden, zit de lucht in, kijk. Dat ijzer dat loopt dan heel langzaam in de patiënt. Nu loopt het snel omdat er geen naald aan zit. Hoe ziet dat er bij de patiënt uit? Hier ziet u de patiënt. In een half uurtje praat ik met de patiënt. Hij krijgt de ijzervloeistof in zijn lichaam. IJzer kan geen kwaad, dat is een lichaamsvriendelijke stof. IJzer en suiker hebben we allemaal nodig. Als u bloedarmoede heeft, wat slikt u dan? Staalpillen. En als u veel bloedarmoede heeft, wat krijgt u dan? Een staalprik. Dit is een staalprik. Goed. Deze meneer, die heeft het spulletje gekregen. En dit spulletje wordt opgevreten door die blauwe celletjes die u ziet. Dat zijn de witte bloedcellen. Met een moeilijk woord, macrofagen, alleseters. Dat zijn die smileys, hoe heette die dingen vroeger? Die Pac-Mans, die hapt ook alles op. Nou, dit zijn de Pac-Mans van ons lichaam. Die vreten dat ijzer op. En het leuke is, die Pac-Mans, die zitten in de lymfeklieren. Lymfeklier is een soort sponsje. Er zitten gaten in. Dus laten we eens naar een lymfeklier kijken. Hier ziet u een lymfeklier. En ik vergroot een stukje uit. Aan de bovenkant ziet u een uitzaaiing. Dat is keihard. En aan de onderkant is normaal lymfeklierweefsel. Dat is een sponsje. Nou, waar het sponsje is, kunnen die lymfeklieren, die Pac-Mans, die kunnen komen. En het mooie is, ijzer op de MRI wordt zwart. Verstoort het veld. Als u een kunstheup heeft, zien wij een groot zwart gat. Nou, hier ook. Dus dit ijzer is hartstikke zwart, terwijl de uitzaaiing boven wit blijft. En dat is nog net wat ik wil. Dus in plaats van wit-wit, uitzaaiing, de bovenkant, klier aan de andere kant, wordt het wit-zwart. Dat is hartstikke mooi. En daar kunnen we wat mee. Wat kunnen we ermee? Stel u voor, uw kleine bekken is een kroonluchter. De kroonluchten zijn de lymfeklieren in het kleine bekken. 100 lampjes. En één ervan is een kwaaierik. Wat moet u doen om die kwaaierik te behandelen? Ze branden allemaal. U ziet geen verschil. U pakt een kanon en schiet hem van het plafond af. Dat is voor het kleine bekken niet goed, kan ik u garanderen. Nou, druk je op de knop. Dan gaan alle lampjes uit, behalve die ene. Je pakt een telescoopgeweer en zegt, poef, klaar, behandeld. Fantastisch niet. Hier ziet u een opname van de patiënt. Er zit ergens een klier. En u mag gokken. Waar zit die? Nou, ik gok liever niet met de patiënt. Ik geef liever ijzer. Dan zie je het volgende. Je ziet een zwarte structuur boven en een wit dingetje daaronder. En als er een cirkeltje omheen komt, dan kunt u geheid erop zeggen dat dat iets is. Dit is een kliertje wat 5 mm groot is. Behoorlijke klier, maar die zou je normaal niet ontdekken. En dit is een klier met een uitzaaiing. Die kunnen we rood maken, we kunnen de goede klier kunnen we groen maken. En dat kunnen we vervolgens op een CT projecteren. En dan zien we het volgende. We zien groene kliertjes, die zijn normaal. En we zien rode kliertjes, die zijn abnormaal. Bij deze man met een minimale PSA-stijging. Fantastisch, niet? We kunnen dit nog in detail bekijken. Dan ziet u in het cirkeltje ziet u hele kleine kliertjes. En die kleine kliertjes kunnen we herkennen, omdat ze wit blijven. Die zijn zo groot als een rijstenkorrel. Dat is fantastisch. Want toen we dit goedje nog niet hadden, konden we alleen maar de klieren herkennen die zo groot waren als deze druif. We gaan dus van een druif naar een rijstenkorrel. Van 8 naar 2 mm. Is dat niet fantastisch? We kunnen nu hele kleine lymfeklier-metastasen opsporen. Verklaren waarom die PSA omhoog gaat. Selectief behandelen. En het mooie is, dat kunnen we ook bij andere kankers doen. Borstkanker. Wat maakt niet uit. De normale klieren worden zwart. En de abnormale klieren blijven wit. U kunt zich voorstellen dat ik ontzettend enthousiast was toen ik dat zag. En ik ben heel blij dat we dit goedje, dit roestwater, uniek in de wereld, in Nederland, weer kunnen geven. En dit is pas het begin. Het is zo mooi
onwaarschijnlijk mooi. Het is te mooi om waar te zijn. En soms zie je op YouTube een leuk filmpje, te mooi om waar te zijn. En toen ik dat filmpje zag, moest ik aan dit middel denken. Het heet Der Wasserrutsche. Ja, daar gaat hij. Dit is de moderne MRI. En kijk eens hoe blij de patiënt is. Hij heeft er wel een helm op. Was voor u misschien ook goed geweest in het begin. Goed, ontzettend blij. Bij borstkanker is het ook heel erg belangrijk. Als u borstkanker heeft en uw schildwachtersklier is positief, dat wil zeggen, daar zit kanker in. Wat doen de meeste chirurgen dan? Ze halen meer dan één klier, dan die schildwachtersklier weg. Wat is het gevolg daarvan? Ik weet niet of iemand in de familie kent. Een oma, een tante, iemand anders. Je krijgt een dikke arm, omdat je de lymfafvloed verstoort. Dus je wil het liefst zo min mogelijk klieren weghalen. Daar gaat het om. De goede dingen laten zitten. Als we nu met dit middel kunnen voorspellen, met een hele hoge nauwkeurigheid, negative predictive value, negatief voorspellende waarde van 97%, dan zou je die dingen laten zitten. We moeten dat nog verder gaan wetenschappelijk bewijzen, maar het komt eraan. Is het niet fantastisch? Dit middel, het is nu nog duur, maar het spaart een nog duurdere operatie uit. Dus de ziektekostenverzekeraar zou dat erg leuk vinden. En ook de politicus, want het geeft een reductie van de kosten in de zorg. Beter en goedkoper. Sustainable care. Het vervelende is, we kunnen nu in Nijmegen helaas nog maar 200 patiënten doen. En er moet nog veel werk gedaan worden om andere radiologen dit te leren en om te zorgen dat het ook op andere plekken, niet alleen in Nederland, maar elders in de wereld ook gebruikt kan worden. Mijn missie. Voor alle kankers en alle patiënten in de hele wereld tegen een betaalbare prijs binnen 10 jaar. Oké. Ik heb u laten zien dat het met de moderne beeldvormende technieken mogelijk is om hele kleine uitzaaiingen, ik praat over rijstekorrels, in lymfklieren aan te tonen. Dit is een hele belangrijke stap voorwaarts in de strijd tegen kanker. Dat betekent een veel grotere kans op genezing, veel minder bijwerkingen en voor de patiënt een ongelooflijke reductie van zijn angst en onzekerheid. Want zien is weten. Eén beeld zegt meer dan 1000 woorden. In een volgend college zal ik u laten zien hoe we met die fantastische beeldvormende technieken behandeling op maat kunnen geven. Hoe we minimaal invasief kankers kunnen weghalen. Hoe we kunnen, zoals mijn collega professor Maurice van der Bos in Utrecht zegt, opereren zonder snijden.